Han, we zitten hier niet bij NSC, maar in het CWZ. Wat heb je daar te zoeken? Ik ben hier bezig om mezelf te ontwikkelen op basis van kennis. Dus ik heb vandaag met dokter Hu meegelopen op de OK. En daarmee wil ik gewoon mezelf steeds verbeteren en zorgen dat we up-to-date blijven. Ja. Gaat NSC hiervan merken? Dat ik nog een betere fysiotherapeut word. Ja. Jij werkt al een half mensenleven bij NSC. Wat was nou de spullen waar je de meeste hoofdpijn van hebt gekregen? Hoofdpijn heb ik gekregen van Mark Otte. En dat was een keer op trainingskamp bij het maritiem toernooi in Den Helder. Die kreeg daar een bacterie in zijn liesstreek. En daar heb ik wakker van gelegen. Dat ik denk van nou, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar door mijn intuïtie toch heel snel aan de bel getrokken. En die werd een uur later geopereerd. En het toeval is dat Mark Otte, daar heb je nog steeds een bijzondere band mee. Hoe komt dat? Ik denk door zijn vele blessures. Dat is een beetje nadelig gezegd voor Mark, maar ik denk dat we een beetje hetzelfde karakter hebben en dat we door de intensieve samenwerking niet alleen over het voetballeven hebben gesproken, maar dat we daarvoor ontzettend veel respect voor elkaar hebben gekregen. En dat heeft geleid tot een vriendschap die ten alle tijde zal blijven staan. Aan welke spel heb je nog meer veel zorgen gehad? Moet ik de naam noemen? Nee, ik maak me eigenlijk nooit zo heel veel zorgen. Ik probeer met name preventief te werken. En wat op het werk gebeurt, gebeurt op het werk. En dat probeer ik ook in Nijmegen te laten. En als ik in de auto stap naar Donenburg, dan probeer ik dat te vergeten. Waar heb je de meeste lol in als fysiotherapeut bij NSC? Om samen met elkaar te streven naar een betere sportperformance. Dus gewoon je best doen. En het werk wat wij verrichten is gewoon natuurlijk het mooiste werk wat er is. Dus, en dat mogen doen in de topsport, nou ja goed, dat is voor mij iedere dag weer een uitdaging. Is het echt zo, als het beter gaat heb je minder blessures? Nee, wij hebben weinig blessures. Dus wat dat betreft afkloppen, altijd ophouden. Maar nee, absoluut niet. Dat hoor je vaak. Maar wij laten zien dat we het ook andersom kunnen zetten. Dus wat is het geheim daarachter? Preventieve aanpak. Geef nog eens wat meer voorbeeld van preventieve aanpak. Een goede relatie opbouwen met spelers. En ervoor zorgen dat de speler optimaal fit blijft. Op naar de volgende overwinning. Die gaat zeker komen.